Guess what, bitch? Coronavirus! Coronavirus! I'm telling you, shit is real! Shit is getting real! Zoals dat jullie weten is Beauty Boutique Rebel gesloten vanwege het coronavirus. Dus het leek me wel leuk om een filmpje te maken over hoe dat jij jouw wenkbrauwen thuis kan verzorgen. Het is misschien het ideale moment voor mensen met dunne wenkbrauwen om het een keer goed door te laten groeien. En aan de andere kant wil ik nog zeggen voor mensen die een tik hebben en een beetje te veel epileren, begin er niet aan. Laat het gewoon zijn voor altijd. Als je zelf denkt van shit, I'm a fuck this up. Stop. Dus ik ga een keer tonen wat je allemaal nodig hebt. Nu zijn mijn wenkbrauwen nog geschminkt. Ik heb nog make-up aan van deze ochtend. En ja, zelfs tijdens de quarantaine doe ik nog schmink aan. Het is niet omdat je thuis moet zitten dat je lelijk moet zijn. Dus wat ga ik allemaal gebruiken is sowieso een pincet. Anders gaan we niet verder raken. Ik heb nog een klein schaartje voor de wenkbrauwen te knippen. Heb je dit niet, gebruik geen gewone schaar, hè, want dat gaat toch niet gaan. En dat is niet echt een must, maar ik vind het wel mooi dat je wenkbrauwen mooi in één lijken vorm is. Ik ga je straks tonen wat ik dat precies doe. Dan, het superbelangrijkste voor vandaag is gewoon een potlood. Ik heb nu zo een speciaal potlood, effectief om wenkbrauwen of ja... maar je kan dat ook gewoon doen met een potloodje voor je eyeliner te doen. En dat heb je nu wel nodig, omdat we gaan hiermee de vorm bepalen, zodat je niet te ver of te veel epileert. En dan heb ik nog gewoon een stokje. Heb je dat niet, dan kan je gerust... Oké, wat heb je nog allemaal in? Zoals dat, gewoon een fijn borsteltje. Dus ik ga eerst mijn make-up dat ik nu nog aan heb op de wenkbrauwen afdoen. Dus ik heb... redelijk donkere wenkbrauwen van mezelf. En ik heb hieronder nu nog microblading zitten van 5 jaar geleden. En nieuwe shadow brows van mijn friend, coworker Lisa. Ze zegt, het is een mascara borsteltje dat je ook nodig hebt. Dus een gewoon proper borsteltje. Heb je dat niet, dan kan je... Wacht, ik weer echt te denken. Dat je nog makkelijk kan gebruiken. Hè? Dus die is een borsteltje van Anastasia Beverly Hills. Aan de ene kant heb je zo een mascara gedeelte en aan de andere kant gewoon een fijn borsteltje. Heb je dat niet, dan heb ik ook nog dit. Dat is zo'n fijn kammetje. Ik weet niet of jullie dat goed kunnen zien, maar mijn wenkbrauwen zijn echt een ramp. En dit is een gat dat ik heb in mijn wenkbrauw van te veel te epileren vroeger. Dus ja, wil je geen gat, leg je pincet dan nu weg. Dus we gaan beginnen met de wenkbrauwvorm te bepalen. Dus wat je doet is met je stokje, niet vanaf hier. Zie, als je je neusvleugel pakt, dan heb je eigenlijk al te ver. Zie, aan de andere kant ook. Je moet eigenlijk denken ongeveer 3 centimeter gemiddeld, hè? Hier tussen, tussen je twee wenkbrauwen. Je stokje is, hebt je neusvleugels en dan heb je hier zo precies 2... Ja, ook nog neusvleugeltjes precies. Leg daar je ding op. Nu moet ik even denken hoe ik dat ga doen, want ik heb geen spiegel. En leg dat nu tegen en teken een lijntje. Zo. De andere kant op. Zo. Dan ga ik beginnen met het makkelijkste. Is gewoon echt van je neusvleugel naar je ooghoek. En dan moet je zien dat je wenkbrauw daar zo eindigt. Dan zet je daar ook een lijntje. Nu het moeilijkste is je arch, dus je boogje, zoals hier staat. Dus als je kijkt in de spiegel, legt je latje op je neushoek, je gaat door je pupil en dan eindig je daar. Ik ben hier echt bezig, lijkt me gewoon, whatever. Zie, dit is je hoogste punt. Wat er heel vaak misloopt bij wenkbrauwen is dat ze van onder te veel geëpileerd worden, zoals dat je eigenlijk met natuurlijke wenkbrauw ziet in een boogje zo. Want dat is dus niet de bedoeling. Dus wat je moet hebben is een rechte lijn. Dus we beginnen aan de onderkant, dus we beginnen bij je basis en je pakt zoveel mogelijk haar daarin. Dus wat doe je dan is gewoon met je potlood vanaf je start tot en met je hoogste punt één rechte lijn tekenen. Eén rechte lijn. Juist hetzelfde aan de bovenkant. Dat mag eigenlijk evenwichtig zijn. Aan de andere kant net hetzelfde.
Dan, uw hoekje naar uw staartje brengen is ietsjes moeilijker. Eigenlijk, als je voelt, heb je hier een putje. Als je uw potlood op uw bovenste stukje legt, glij je gewoon naar beneden en volgt uw potlood sowieso de structuur van uw bot. Maar volg ook een beetje gewoon uw natuurlijke wenkbrauw. Hè? Dus het gaat gewoon zo naar beneden. Kijk, ik moet daar zelfs bijna iets aan doen. Mijn potlood glijdt gewoon zo naar beneden. Dan de onderkant. Gewoon zo natuurlijk mogelijk uw natuurlijke wenkbrauw volgen. Niet overdrijven, je moet niet in één keer hier een mega boog gaan maken dat je zo nog 6 haartjes hebt. Probeer die wenkbrauw gewoon zo dik mogelijk te tekenen. Ja. Dus nu heb je je kadertje getekend en dan gaan we nu alles epileren dat buiten dat kadertje valt. Wat ik eerst doe is de wenkbrauw nog een keer goed naar boven kammen met dat borsteltje. En dan knip je alles boven die lijn weg. Zie, die crazy motherfuckers hier van voor, die mogen weg. Maar pas op, hè. Dus leg je schaar gewoon op je lijn en dan knip je dat af. Zo. Nooit, maar dan ook nooit, je wenkbrauw naar beneden kan en langs onder mijn knippen. Dan krijg je van die crazy cuckoo hairs. Ik heb er ook zo'n paar, want ik heb dat wel al een keer geprobeerd. Maar dat valt dus niet aan te redden. Dus je wenkbrauwen zijn getekend, ze zijn getrimd, geknipt. Dan is het nu tijd om ze te epileren. Ik dacht van gewoon een stukje voor te tonen hoe dat ik moet doen en dan de rest te waxen, want ik ga het epileren. Maar omdat het coronavirus in het land is en we solidair moeten zijn, ga ik ook vandaag speciaal voor jullie gewoon mijn wenkbrauwen helemaal met pincet doen. Dus ja. One eternity later. Dan zie je, boom! Clean, nice eyebrow. Dan ga ik nu nog een keer uitleggen hoe je ze moet doen met make-up. Ik ga eerst een keer tonen hoe je de wenkbrauwen kan inkleuren. En dan werken we af rond met concealer. Dit brow van Anastasia Beverly Hills kleurt Ebony. Ebony. En ik heb het potloodje. Gewoon om een keer het verschil te tonen. Wat ik niet mooi vind, maar dat is ieder zijn stijl. Dat zijn wenkbrauwen die van voor echt gewoon zo mega recht beginnen. Ik zie dat persoonlijk niet zo graag. Dus wat ik altijd doe is, ik start altijd aan de basis. Ik vind het mooier als de basis donker is en dat het zo licht naar boven gaat. Maar uw staartje moet wel super donker zijn, vind ik. Hè? Dus gewoon hier van voor aan de basis. Een aantal keer heen en weer. En dan hier van voor. Teken ik precies zo een klein beetje haartjes naar boven. Maar niet overdreven veel, niet overdreven hard. Gewoon zo een klein beetje, om dat wat extra in de verf te zetten. Hier van achter wel, hè. Dan mag dat wel super donker. Allee, zo donker als dat wilt. Ik heb een technisch probleem, hè. Mijn potlood is op. Dus dat is gewoon ingekleurd met dat potloodje. Dan, de dip brow is eigenlijk een soort van gel. Doe ik eens met dat borsteltje van Anastasia zelf. Dat zit er niet bij, als je dat wilt, moet je extra kopen. Ik kies altijd dat kopje keer af, dat dat schoon proper staat. Dat dat schoon op een fijne punt staat. Ik vind dat wel belangrijk. En dan gaan we beginnen met de fake haartjes. Dus ik mis hier van voor een plukje haar. Dus teken ik met dat potloodje, met dat penseeltje. Een aantal haartjes bij. Dus van voor doe ik dat gewoon semi-recht naar boven. Zie, die haartjes hier zijn nu niet echt, maar getekend. Dan ga ik nog een keer langs de basis passeren, want ik zie hier echt dat wenkbrauw zo super strak is van onder. Terug met dat borsteltje. Ik ga nu mijn haartje opvullen met zo fake haartjes te tekenen. Als ik van dicht kom, zie je dat dat al zo'n klein beetje opgevuld is met fake haartjes. Dan de rest gewoon ook inkleuren met de brow. Dan werk ik af met Clear Brow Gel.
Heb je dat niet? Dan komt er nu een pro home tip. Heb jij zo'n borsteltje? Of de meeste klanten van mij hebben ook wel zo'n borsteltje. Die kleine dan mee naar huis. Doe je gewoon een klein beetje haarlak op en dan kan je je wenkbrauw mooi vormen. Ik zie daar graag dat dat naar boven staat. Dat is mijn stijl. Voilà. Dan is gewoon zo en een keer omhoog komen dat die motherfuckers blijven liggen. Maar dat ze niet blijven liggen. Zullen we nu afwerken met concealer? Heb je geen concealer, mag je gerust jouw eigen foundation gebruiken. Wil je dat niet doen, dan hoeft dat niet. Als jij zegt van oké, dit is genoeg voor mij, maar ik zie graag dat de wenkbrauw zo super strak is. Dus ik ga er nu wel nog een keer over gaan. En ik doe dat eigenlijk met mijn foundation palet van MUT. Gewoon omdat ik bij mijn handen vast heb. Dus ik doe dat op zo'n platte borstel. Een beetje concealer en dan gewoon heen en weer bewegen. Niet overdreven, niet te hard doen. Gewoon zachtjes. Voilà, we zijn klaar. Dat is hoe dat ik mijn wenkbrauwen doe. Ik doe ze redelijk hard. Ben je dat niet gewoon om dat te doen en je doet ze op mijn manier, dan zal je waarschijnlijk wel een keer weer zien als je in de spiegel passeert vandaag. Maar gezien we allemaal tijd hebben, blijf oefenen. Het zal wel lukken. Heb je het gevoel dat je te veel weg epileert, leg je pincet weg. Stop ermee en maak gewoon een afspraak. Als je komt nadat heel het corona-ding gepasseerd is, je kan afspraak maken online via de website www.bibirebelle.com. En dan hoop ik dat iedereen mooie browsies heeft. Dus heb je mijn wenkbrauw tutorial gevolgd, dan mag je me altijd taggen. Dan kom je ook in mijn stories terecht. En dan zie ik een keer wat het resultaat is. En wie weet, ben jij een natuurtalent en heb ik iemand nodig later, kan je altijd bij mij komen werken. Have fun. Blijf in je kot, denk dat ze zeggen. En hou je vooral bezig met alles en nog wat. Doei!